Sommige kinderen gaan op wintersport, zoeken de zon op of blijven gewoon thuis. Voor de kinderen die in de voorjaarsvakantie actief willen zijn, is er de Kaliber Kunstenschool. Je kan gewoon zelf doen wat je wil, net zoals je kan kleien en schilderen en nog veel meer dingen. Is het de eerste keer dat je hier bent? Dit is de derde keer, denk ik. Dus je vindt het wel leuk? Ja. Ben je ook van plan om in de toekomst hier te komen? Ja. Vertel eens, wat heb je gemaakt vanmorgen? Ik heb een huis en dit is de lucht en dat is, ik heb twee huizen. Dit is een huis en dat. En dat is de zon en dat is de lucht. De Kaliber Kunstenschool, dat is een organisatie waar je allerlei cursussen kunt volgen op creatief gebied. Dat kan zijn gitaarles, of allerlei muzieklessen, theaterlessen, beeldende lessen, dans. Ja, we hebben eigenlijk van alles. Alles wat met creativiteit te maken heeft. Wat is de doelgroep? Iedereen. Voor kinderen vanaf 2 jaar hebben we al cursussen. De oudste cursist is 90, dus die zit hier op de beeldende lessen. Dus voor iedereen is het. Hoe lang bestaan jullie al? De Kaliber Kunstenschool die bestaat op dit moment 1 jaar of 4. Maar we zijn dus gefuseerd 4 jaar geleden. Het was het Creatief Centrum en de Muziekschool. Dus we bestaan al heel lang. Ik denk al wel bijna 30 jaar misschien wel. En dit zijn speciale vakantieactiviteiten? Ja, we hebben iedere vakantie hebben we knutselpret. Dat is meestal 2 dagen in de vakantie. 'S ochtends van 9:30 tot 12:00. En meestal 1 keer in de week dan toneelpret. Dus dan kunnen kinderen kennis maken met toneel. Zijn jullie tevreden over de deelname van de kinderen? Ja, vandaag wel. We hebben er nu 21, dus dat is echt super. Super, ja.